Leuk dat je kijkt naar deze verkiezingsspecial van Republiek. Ik ben Floris Müller, voorzitter van Republiek. Naast me zit Bram van Montfoort, campagnemanager van Republiek. Vandaag gaan we het hebben over de verkiezingen van 22 november aanstaande. Daar is behoorlijk wat te doen, ook voor Republikeinen. Ja, zeker. Er is flink wat te kiezen, dat is leuk. Er is ook op Republikeins vlak iets meer te kiezen. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik de politiek nog wel heel erg achterlopen op de publieke opinie. Leg dat eens uit. Hè. Er zijn, inmiddels komt er naar buiten dat er verschillende partijen zijn die zeggen Republiek of de Republiek is voor ons belangrijk. Nee, zeker. Dus er gebeurt wel wat. PvdA GroenLinks heeft verklaard dat ze voor een republiek zijn. Dat is natuurlijk groot nieuws. SP was het al, Bijeen was het al. Je ziet twijfel bij Volt en Denk. Maar als ik gewoon even naar de peilingen kijk, er zijn net zoveel mensen tegen erfopvolging in heel Nederland als voor erfopvolging. Dan denk ik van, nou, politiek, kom eens wat sneller door. Daar zit een vertraging in. Waarom is dat, denk je? Nou, je merkt, ook als je de discussies intern bij politieke partijen volgt, dat heel veel zaken van vroeger, dat die nog meespelen. Dus dat je dan de ouderen binnen die partij hebt die zeggen van, ja, maar dat gaat ons stemmen kosten. Nou, ik denk dat wij deze verkiezingen gaan zien dat wel meevalt. Ja. Er is trouwens één partij die expliciet campagne aan het voeren is voor de monarchie. Weet je welke dat is? Ik gok dat dat SGP is. Nee, dat is 50PLUS. 50PLUS heeft een campagnespotje met Guus en Truus die de koning terug in de formatie willen. Nou, dat is wel ergens een linkje naar doen. Een grappige spot. Nou, volgens de fans zou dit ze heel veel stemmen moeten opleveren. Ik waag het te betwijfelen. In de peilingen staan ze geloof ik op één zetel. Ja. Goed. Tegelijkertijd, PvdA GroenLinks heeft in oktober gestemd voor de aanname van het standpunt van de Republiek. Het is nu officieel een Republikeinse partij geworden. Daarmee hebben we een partij eigenlijk in het midden van het politieke landschap. Een grotere partij, in ieder geval als we de peilingen mogen vertrouwen. Daarmee komt straks wellicht de Republiek ook op de agenda van een aanstaande regering. Ja, ik moet wel de verwachtingen een beetje temperen. Het zijn wel heel veel aannames, maar ja. Kijk, bij deze regering, coalitie die er gaat komen, zal Republiek nog niet serieus op de agenda staan. Want de kans dat er meerdere Republikeinse partijen bij zo'n onderhandeling aanschuiven is ook vrij klein. Hè? Het wordt al anders als je bijvoorbeeld PvdA GroenLinks en D66 en nog een partij hebt en dat die dan allemaal voor de Republiek zijn. Dan kun je al wat stappen zetten. In Australië hebben ze bijvoorbeeld een onderminister voor de Republiek als een voorbereiding voordat je daar naar overgaat. En om nog verder de hoop de grond in te trappen, je hebt een 2/3 meerderheid nodig. Maar meerderheid om uiteindelijk te zeggen, we gaan voor de Republiek, we schaffen de monarchie af. Klopt, maar om die voorbereiding te starten, om bijvoorbeeld een commissie om daarover na te denken, ja, dat zou je in de toekomst wel kunnen hebben. Maar ik verwacht het nog niet bij deze onderhandelingen voor een regering. Ik heb dit filmpje aangekondigd als de verkiezingsspecial. Gaat het dan echt alleen over de verkiezingen? Gaat het erover dat wij zoveel mogelijk politieke partijen aan onze kant krijgen? En is het dan weer 4 jaar wachten? Of kunnen we ook in de tussentijd iets betekenen? Ja, natuurlijk kun je in de tussentijd iets betekenen. Het belangrijkste is en blijft de publieke opinie. Hoe die hierover denkt. Nou, die daalt al jaren. En door het gesprek aan te gaan hierover kun je met mensen erover hebben. En je ziet ook bij partijen dat die voorzichtig aan het draaien zijn. Dus zo'n GroenLinks PvdA die is nu al helemaal om. Maar Volt, om een voorbeeld te noemen, de partijleider, die had nu een interview in de krant gegeven waarbij die eigenlijk een beetje aan het voorsorteren was op Willem de Laatste. Louwens Dassen zei van ja, misschien moet je mensen aan het idee laten wennen dat het hierna wel eens afgelopen kan zijn. Denk, ook heel interessant, die stelt ineens een referendum voor over de monarchie. Dat was nog nooit voorgekomen. Dus ook tussen die verkiezingen door is het denk ik heel goed dat er binnen die partijen en natuurlijk gewoon breder in de samenleving een debat hierover is. We hoeven dus nog niet meteen een debat te verwachten over de wenselijkheid van de monarchie en eventueel de afschaffing. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk behoorlijk wat punten op de politieke agenda. Waar Republiek wel zijn stem op of zijn stempel op wil drukken. Ja, klopt. Nou ja, je bent zelf al een keertje in de krant gekomen met een debat over het trouwzweren aan de koning. Nu moeten ambtenaren nog allemaal trouwzweren aan de koning. Wij zeggen van ja,
waarom eigenlijk? Waarom aan een persoon? Waarom niet aan de grondwet of aan de samenleving? Je hebt de discussie over de koning in de formatie. Je hebt de discussie over het belastingbetalen. Voor het eerst zijn er 13 partijen voor het belastingbetalen door de koning. Dat is gewoon een 2/3 meerderheid dat gaat gebeuren. Maar ja, wij gaan er heel scherp op zijn van ja, inkomstenbelasting, maar dan niet ineens die vergoeding maal 2. En de erfbelasting en de schenkbelasting. Kijk, uiteindelijk zijn we voor een parlementaire republiek. Maar ik denk dat je nu ook al heel sterk moet inzetten op al die privileges en de oneerlijkheden die er in dit systeem zitten. En dat nou ja, onder de aandacht brengen. Met 13 partijen, daarmee hebben we meer dan de helft van de Kamer, in ieder geval in de peilingen. Is dat het laaghangend fruit wat we republikeinen in Nederland kunnen bieden? Het belasting betalen? Nou, ja, zeker. Maar je moet natuurlijk oppassen dat daarmee niet de kous af is. Van we geven hem wat minder macht en wat minder geld en dan is het allemaal wel goed. Want zo werkt het natuurlijk niet. En toch wel een frustratie, een beetje aan onze kant, is voor nou is een fundamenteel debat over wat je eigenlijk met de staatsvorm wil, met de democratische rechtsstaat, met daar gaat het nooit over in de Tweede Kamer. En dat zouden we ook wel heel graag een keertje willen. En dat gebeurt in andere landen wel, trouwens. Over het debat in de Tweede Kamer, als ik de peilingen mag geloven en als je ook ziet welke partijen zich nu hebben uitgesproken over de Republiek. Het is vooral aan de linkerkant van het parlement dat partijen zeggen van nou weet je, daar gaan we in mee. Hoe verklaar je dat? Ja, klopt. Nou ja, ik snap het niet helemaal, als ik eerlijk ben. Want als je naar de peilingen kijkt weer, dan is het helemaal niet zo dat er alleen maar linkse mensen voor een republiek zijn of tegen de monarchie zijn. Ik zie bijvoorbeeld in de peilingen een PVV, waar meer stemmers tegen de erfopvolging zijn dan voor. Je ziet dat wel meer aan de rechterkant. Er is natuurlijk wel historisch gezien heel sterk een band tussen de christelijke partijen en het Huis van Oranje, CDA, SGP, ChristenUnie. Maar ja goed, die worden ook kleiner, zeker het CDA. Je wordt helemaal formeel met het Huis van Oranje. Ja. Opvallend is dat je, dus aan de linkerkant heb je SP, heeft zich uitgesproken over de Republiek al jaren terug. Nu Partij van de Arbeid, GroenLinks. Een vreemde eet in de bijt blijft D66. Die partij heeft D66. Twee keer overleg gehad. Ja, Bas over, vroeger voor een republiek ook twee nog. Keer overleg gehad over of ze republikeins zouden moeten worden. En het is de laatste keer, geloof ik, dat heb ik van mijn bestuursgenoot meegekregen, op 12 stemmen na niet gelukt. Ja. Wat is er bij D66 aan de hand? Ja. Inderdaad, 51% heeft voor de monarchie gestemd en 49% voor de republiek bij D66. En er waren maar een paar honderd mensen in die zaal. Kijk, je merkt gewoon dat er ook bij die partij dat er toch nog een heleboel valse vergelijkingen worden gemaakt. Dus de vorige keer dat ze erover stemden was het van over zijn zo bang voor president Caroline. Dat de BBB stond hoog in de peilingen. Terwijl, nou ja, er zijn twee dingen over te zeggen. Ja, als de grote meerderheid van de Nederlanders daarop stemt, dan is dat gewoon democratisch. En jullie zijn toch democraten. En het tweede is, Caroline van der Plas is natuurlijk gewoon een politicus die in de dagelijkse politiek actief wil zijn en daar dingen wil veranderen. Terwijl het model dat voorstond is zoiets als in Duitsland of in Zwitserland, waarbij je helemaal niet zo'n machtige president hebt. Dus dat is, ja, daar zit daar toch nog een soort van. En het laatste congres was helemaal grappig. Toen was er een van de monarchisten, Boris van der Ham. En die zei van ja, ik wil niet dat we nu hiermee in de krant komen. Want we willen het over andere dingen hebben in de krant. En dan, het wordt nog niet relevant genoeg gevonden. Nee, het leidt de aandacht af, was nu het argument. En dus, nou ja, maar geef het nog even tijd. Ik denk dat D66 ook omgaat. We hadden het net over de linkse politieke partijen. Stel, je stemt op SGP of VVD of een andere partij aan de rechterkant van het spectrum. Moet je dan een keuze maken tussen je politieke kleur of republiek? Want die partijen lijken vrij vast te zitten in hun stelling. Wist jij dat wij leden hebben die ook voor SGP stemmen? Leden van republiek? Nee, dat. Die hebben we dus gewoon. Ja. We hebben zelfs een appgroep Republiek CDA. De CDA'ers die voor Republiek zijn. Dus ze bestaan wel, maar als ik heel eerlijk ben, de kans dat zo'n partij omgaat is heel klein. Ik zie op termijn bij VVD wel meer kans. Want mensen die nou ja, echt in dat liberale gedachtegoed geloven, van vrijheid en zo. Ja, waarom wil je dan die prinsessen in een gouden kooi opsluiten? Wat voor voorbeeld
is dat. Dus ik zie daar op termijn, nu met Rutte was dat nog, nou ja, dat zou nooit gebeuren. Maar op termijn zitten daar wel kansen. En ik denk ook goed voor mensen bij die partij om het debat aan te gaan. Maar als je nu voor een republiek bent en je twijfelt heel erg tussen VVD en Volt, ik weet niet of dat bestaat, dan zou ik bijvoorbeeld voor Volt gaan. Ja. Ja, ja. Opvallend is dat je het over Mark Rutte hebt. Mark Rutte heeft zich jaren geleden uitgesproken als republikein. Er is niet zoveel meer van terechtgekomen. Daar wordt in de media gezegd dat hij een afspraak had met de koning. Ik laat jou met rust, maar zorg dan voor niet al te veel opwinding. Je krijgt straks een heel set nieuwe gezichten in de Kamer. En straks ook als vertegenwoordiging in onze regering. Betekent dat we daarmee ook wellicht, als je naar het hele politieke spectrum kijkt, gewoon een frissere wind, een frissere benadering ten aanzien van het paleis kunnen verwachten? Nou ja, ik ben wel benieuwd hoe bijvoorbeeld een Omtzigt, als die het zou worden, met zijn hele focus op een rechtsstaat en zo, hoe die hiermee omgaat. Hij zei bijvoorbeeld ook dat hij geen koning in de formatie wilde meer. Voor iemand die uit de CDA komt is dat best wel interessant. Het probleem zit wel een beetje in het systeem dat je dus elke week nog dat gesprek tussen premier en koning hebt. Dat het dus ook lastig is voor iemand die uit de politiek komt om daar confrontatie op te zoeken of om daar een andere koers in te willen varen. Je wordt ook een beetje gedwongen in dat hele... Ja. Voor heel veel mensen, wat je vaker hoort is dat, en ik zei het net ook al, het nog onvoldoende prioriteit is in de politiek. Daar speelt heel veel internationaal, maar ook nationaal vlak, alle mogelijke crises die om een antwoord vragen. Daar lijkt de discussie over onze staatsinrichting een ondergeschikte rol in te krijgen. Hoe belangrijk is het voor mensen dat ze toch, als ze de Republiek heel belangrijk vinden, toch voor een politieke partij gaan die dat op zijn agenda heeft? Nou ja, kijk, in onderzoeken blijkt ook niet dat mensen de punten die Pieter Omtzigt nu naar voren brengt het allerbelangrijkste vinden. En ik snap dat ook, dat je eerst zorg, wonen, onderwijs, weet je wel, dat soort punten, dat je daar eerst mee bezig bent. Maar het is ook een beetje de dak repareren terwijl de zon schijnt. Als wij gaan wachten op een of andere crisis in dat koningshuis, of fraude of corruptie, en het is eerder voorgekomen, dan moet dan overhaast ineens daar een oplossing voor worden gevonden. En dan heb je helemaal niet goed na kunnen denken over zo'n ander systeem en hoe dat moet en wat het tijdspad is. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om daar nu met die voorbereiding toch al aan de slag te gaan. Je zou zelfs nog kunnen zeggen, hè, het is een beetje... Je zou voor de monarchie kunnen zijn, maar toch al willen nadenken over dat alternatief just in case. Ja. En dus ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan. En dus ook partijen en politici te belonen die zich daarvoor inzetten. We gaan op de 22e naar de stembus, brengen we onze stem uit. Ik kan me voorstellen dat veel mensen nog denken van ja, maar hoe republikeins is een partij nou? Hè? Je kan je uitspreken voor de republiek, maar handelen ze daar ook naar? Republiek heeft een kieswijzer ontwikkeld, een republikeinse kieswijzer. Hoe zit dat precies in elkaar? Ja, wat we hebben gedaan, kijk, er zijn een paar partijen voor de Republiek, dat kun je zien. Maar er zijn nog veel meer dingen, want je hebt wat beloof je en wat heb je gedaan in het verleden. Dus we hebben ook gekeken, hoe hebben partijen bijvoorbeeld gestemd op moties die hier aanraken, of de koning belasting moet betalen, of dat hij in de formatie moet. Dus al die dingen, en ook bijvoorbeeld wat er met geld moet gebeuren van de Oranjes, nou, al die dingen hebben we in een kieswijzer gezet. En die staat op onze site, die kun je nu checken. Het helpt je misschien bij je stem. Ja. Tegelijkertijd, en ik vind dat altijd heel belangrijk om uit te spreken, Republiek, en dat zeg ik ook meermaals in de media, Republiek is een niet-politieke organisatie met één politiek doel. We zijn voor afschaffen van de monarchie, dat is ons politieke doel. Maar voor de rest zijn wij niet politiek. Wij verbinden ons ook niet aan welke partij dan ook. We zijn geen politieke partij en we zijn politiek onafhankelijk. Mooi, goed. En dan zou ik nog resten om te zeggen, ga vooral stemmen en gebruik de kieswijze die we ontwikkeld hebben.